Dames en heren, jongens en meisjes en andere dingen. Bruh. Willen we weer grappig zijn? We gaan vandaag verder met F1 2010 Carré Mode. Natuurlijk, je weet het, Williams, je weet het, top team, je weet het. We leiden het klassement, je weet het. Geweldig! Maar als je het niet weet, eerst even die video terugzien voordat jij deze dus gaat zien. Dat kan rechtboven in het i'tje, klik erop en dan zie jij natuurlijk die video verschijnen. Maar het allerbelangrijkste, ben jij nog niet geabonneerd op dit kanaal en wil je meer wekelijkse Formule 1 content zien? Schakel gewoon een abonnee in. Oftewel, druk gewoon op die rode abonneerknop. Doe het, mensen. Zou fijn zijn. Anyway, schakel ook lekker belletje aan. Zodat je altijd op de hoogte bent wanneer ik een nieuwe video upload. We gaan lekker. Probeer nu constant te uploaden en het gaat gewoon goed. Dus ja, we gaan gewoon lekker door met uploaden natuurlijk. We leiden dik in het klassement met 50 punten voorsprong, want in Australië wonnen wij dus alweer en zijn 11 punten los van Ferrari. Goed om te zien. McLaren stelt wat teleur, Red Bull ook. Maar wij gaan door naar de kwalificatie en dan zijn we lekker aanbeland. Regen, regen en nog eens regen. Als je dat nog niet had gezien, ja, dan weet ik het ook niet meer. Maar goed. Er rijdt al iemand daar een beetje in de weg. Dat is mijn teamgenoot Rubens Barrichello. Die daar gewoon lekker de racelijn neemt. Wij moeten daar even actie ondernemen. Raken naar het paaltje. En toen ook gelijk Rubens Barrichello. Dus dit rondje is gewoon niet goed. Dat moeten we gewoon zometeen zien te verbeteren. Zijn we aan bij dat rechte stuk richting onze einde van dit eerste rondje namelijk. Doen het gewoon voorzichtig aan, want de auto kan hier gewoon hartstikke uitstappen. De achterkant is hier zo gevoelig. En wij noteren een 1.41.555. Voorlopig de pole position. We komen bij onze tweede run. Daar zitten we eigenlijk al lang in. Maar het middenstuk zijn we dus aanbeland bij het circuit. Sepang. Een oud Formule 1 circuit van 1999 tot 2017 stond deze race op de kalender. En vanaf 2017 dus niet meer, kwam door financiële problemen. Maar goed, ik ben blij dat het er nog steeds in dit spel zit. Hamilton na P2, Vettel na P3, Massa 4 en wij gaan ons verbeteren met 16e. We deren een 1.40.9. Maar dan is het droger en droger geworden. En ik had een run op de droge band gezet. Alleen die was gewoon pauperslecht. Dus vierde plek. Vierde plek op een seconde. Button op pole. Hamilton 2, Vettel 3. Dus dat beloont nog wat voor de grote prijs hier in Maleisië. Voor aflevering nummer 22. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland in de pitbox. Er is wel regen verwacht, 32%, maar ik denk niet dat die op het circuit gaat neervallen en neerkomen. Dus dat zit wel goed, namelijk vertrekken we vanaf een P4. Dus we moeten een goede start hebben en dan hebben wij in principe de wedstrijd wel in handen. Auto dus opgestart. Is het op naar de grid voor aflevering nummer 22 van F1 2010 Carré Mode. Okay, you're the number one driver, so there's more expected from you than there is from your teammate. Let's show them that faith in you is deserved. Daar gaan we dan beginnen, want de lampen zijn uit en we zijn onderweg en we komen gewoon steady weg. Hamilton en Button en Vettel goed weg, hebben al meer tractie. En wij hebben Robert Kubica aan onze buitenkant. Daar vallen we de beide McLaren's aan die binnenkant. Ze nemen de bocht heel wijd en dan kruisen wij hier terug. En dan is er iemand die daar vol op zijn dak gaat. Dat is Sebastian Vettel, hij vloog ook over ons. Hamilton is ook eraf gekegeld. En wij pakken de leiding in de grote prijs. Wat een chaotische start. En dat kwam allemaal omdat ik naar binnen kruiste. Ik ging ervan uit dat die rijders wel gingen afremmen. Maar goed, je ziet het, dat helpt dus ook voor geen meter uit. Maar goed, wij dus aan de leiding.
En we zitten in ronde nummer 5. Als wij naar binnen gaan voor onze pitstop. Gaan naar de harde compound. Alonso en Liuzzi gaan nog een ronde door. Hamilton gaat ook een ronde langer door. Hij is op P4. Oké, dat heeft hij goed gedaan. En wij maken hier gewoon wat meer snelheid om wat sneller te zijn in de pitstraat. Dat mag eigenlijk niet, dus we doen het gewoon heel sneaky, heel stiekem. Pitstop wordt 5.2, wat een langzame pitstop. Komen we terug op P2, zeg ik dat goed? Komen we terug op P3, achter Vitantonio Liuzzi. Alonso leidt de wedstrijd, Hamilton komt vlak achter gewoon het circuit oprijden. Wij moeten nu Vitantonio Liuzzi zien in te halen. En we zitten in ronde nummer 6 van de wedstrijd. Begin ronde nummer 7. Jazeker. Als we hopelijk hier een aanval kunnen doen op Liuzzi. Lukt dat? Hij neemt die bocht wijd. En dat zien wij. En wij pakken hem daar aan de buitenkant. Lukt dat? Jazeker. Dat is P2. Goed gedaan. De volgende heet dan Fernando Alonso. Voor de leider in de wedstrijd. Sorry, voor de leiding in de wedstrijd. Met nog 4, ongeveer 3-4 rondjes nog te gaan. En dan zitten we in ronde nummer 8. Een ronde later. Als we daar Fernando Alonso rijden. Tenminste, ik zie hem rijden op de minimap. Nog niet voor onze neus. En volgens mij duikt hij naar binnen. Jazeker, Fernando Alonso is naar binnen gedoken. Volgens mij is hij op de harde band gestart en gaat nu naar de softbanden. Dus wij hebben weer de leiding in handen gekregen. En zijn 3/10 langzamer. Barrichello op P14. En nog 2 rondes te gaan in de wedstrijd. Alonso komt terug op P2. Daar finisht hij ook. Hamilton niet. Moet nog een keer naar binnen en is teruggezakt. Button pakt het laatste podium. Massa komt tekort. Wij gaan hier de wedstrijd winnen in Maleisië. Maken het er 3/3 van. Goed gedaan. En op naar de volgende race in China. Fantastic race! Congratulations on the win, mate! That's 25 points in the bag! Goeie wedstrijd dus. Hebben de race gewonnen van P4 op de grid. Alonso naar P2. Button op het podium. Massa P4. Kubica P5. Liuzzi 6. Rosberg 7. Webber en Vettel stellen teleur. Hamilton helemaal. P10. Pakt een punt maar. Barrichello. Goed gedaan. Van P24 naar P13. Het is toch nog goed gedaan. Ik verwacht meer een punt van de Braziliaan. Maar goed, het is wat het is. Schumacher teleurstellend. Van P9 naar P21. En dat is het wel zo'n beetje met de uitslag. You're still first in the Drivers' Championship. Staan nog steeds eerst in het klassement met 75 punten. Daarachter Alonso op 54, Button op 35. En dan is het meer daar richting het middenveld. Dus de strijd gaat denk ik tussen mijzelf, Alonso en Button. Weer een keer wat anders. Goed bezig. En Barrichello nog steeds met 1 punt op P14. Ons constructeurskampioenschap, 6 punten voorsprong op Ferrari. Mercedes is gezakt, Red Bull zakt, McLaren zakt. En Ferrari klimt alleen maar. Virgin staat 9e. Goed hoor. Goed gedaan. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt van deze grote prijs. Heb je genoten, beloon dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. En vertel me ook waarom je dit leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal en wil je meer wekelijks Formule 1 content zien? Abonneer gewoon voor meer zou ik zeggen. En schakel ook gelijk dat belletje aan. Zodat je altijd op de hoogte bent wanneer ik een nieuwe video upload. Volg me ook even op de sociale media. @GiannanSchaven op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was het journaal mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. We gaan verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.